Goedemorgen allemaal en welkom bij de Q&A. Op Instagram konden jullie mij vragen wat jullie wouden en ik ga nu jullie vragen beantwoorden. Oké, de eerste vraag. Hoe oud ben je? Ik ben 31 jaar. Volgende vraag. Heb je tips om vroeg op te staan? Wel, voor mijn werk, voor thuis, moet ik sowieso vroeg opstaan, want we beginnen om 7 uur, dus dan sta ik op om 4:30. En ik moet zeggen, het geraakt in je systeem, in je bioritme, om vroeg op te staan. Ik ben ook een ochtendmens, ik denk dat dat er ook wel veel toe doet. Wat wel kan helpen, is gewoon even een tijdje je wekker te zetten en koud te douchen. Dus als ik opsta, ik ga meestal eerst een koffietje of zo drinken of een theetje. Maar als je dan even een koude douche neemt, dan ben je onmiddellijk wakker. Je hebt direct energie en dat helpt wel om je dag fris te beginnen. Dus dat is wel een tip dat ik kan geven. Maar ik denk dat het een beetje in je systeem zit. Als je iemand bent die heel graag laat gaat slapen, kan je ook niet verwachten, denk ik, dat je om 6 uur opstaat. Dus ofwel moet je je ritme een beetje aanpassen, ofwel ja, een beetje, als je echt vroeger wil opstaan, gewoon een beetje in je systeem laten komen. Dus voilà, dat is een beetje mijn tip. Wat is je favoriete parfum, is de volgende vraag. Chloé. Normale van Chloé. Dit is echt mijn all-time favorite. Die is zo goed. Ik heb heel lang gezocht naar een parfum die echt volledig bij me past. En deze is echt, ja... Sinds ik deze heb gevonden, wil ik niks anders meer. Wat ik ook wel doe, is een haarparfum. Dan gebruik ik deze van Guizou. Dus die spuit ik dan op mijn haar. Dus deze gebruik ik altijd. En de Nomade van Chloé. Toppers. Volgende vraag is, wat doe je het liefst op een zomerse dag? Wel, op een zomerse dag... Oh, ik sta graag dus vroeg op. Ik ontbijt dan heel graag in de tuin of zo. En ik doe het liefst iets met mijn vrienden, een leuke activiteit. Ja, gewoon genieten van het leven. Lekker gaan eten. Een leuke cocktail gaan drinken. Lekkere cocktail gaan drinken. Gewoon samen zijn met mensen die ik graag heb. En iets leuks gaan doen. Gezellig. Leuk. Samen. Heb je een kinderwens? Is de volgende vraag. Ik vind dat een heel moeilijke vraag, want ik ben niet iemand die het gevoel heeft, het, zo de moedergevoelens heeft, of het, mijn klok, ik voel mijn klok niet of zo. Ik ben 31, zoals ik heb gezegd, en ik wil gewoon even afwachten nog, even genieten nog van mijn eigen leven en een beetje profiteren. Ik wil nog op reis gaan, grote reizen maken, dus ik zeg niet dat ik er geen wil, maar nu nog niet. En ik ben er nog niet uit. Of dat, ja, ik weet het eigenlijk echt nog niet. Dus ik gun mijn eigen nog 2-3 jaar om uit te zoeken van is dat iets dat ik toch echt wil of misschien toch niet. Dus we zien wel. Ik wil gewoon geen druk voelen en als het tijd er is, dan zal het er ook wel van komen, denk ik. Maar eerst nog een beetje genieten. Een andere vraag was van waar komen je leuke outfits? Ik denk dat jullie... Ik ga wel eens een closet tour geven. Een keer een tour geven in mijn dressing. Maar ik heb dus heel veel kleren. Ik ga niet meer zoveel echt winkelen. Ik koop vooral online. Ik ben echt een online shopper. Bijvoorbeeld ja, bij ASOS koop ik heel veel. Dus ja, ik kies gewoon items uit die ik leuk vind. Ja, ik koop gewoon graag en veel. Dat is echt mijn passie een beetje. Dus ik ben daar heel veel mee bezig. En ja, ik vind het gewoon heel fijn om een grote kleerkast te hebben. En ik heb ook af en toe, bijvoorbeeld hier zijn een aantal stuks. Dat is bijvoorbeeld van Alex The Label. Daar heb ik ook echt een samenwerking mee. Dus af en toe heb ik ook samenwerkingen. Dat ik voor een leuke post op Instagram of zo een mooie outfit mag kiezen. Dus het is zo een combinatie. Ik doe soms samenwerkingen, maar ik koop nog altijd ook heel veel zelf. Omdat ik het gewoon fijn vind om er leuk uit te zien. Of als ik ergens naartoe moet, dat ik een toffe outfit heb. Dus ik ben er gewoon veel mee bezig. Dus dat doet het wel, denk ik. Volgende vraag. Zou je iets aan jezelf willen veranderen? En zo ja, wat? Vroeger zou ik daar echt wel een paar dingen op kunnen gezegd hebben. Nu is er iets dat ik zou willen veranderen. Oh, tuurlijk, op zich wel. Zijn er dingen dat ik minder goed vind aan mezelf? Of ja, dat ik een beetje jaloers ben dat een ander dat wel heeft en ik niet of zo. Maar ik heb wel geleerd dat ik mezelf graag moet zien. En dat ik blij moet zijn met wie ik ben.
En het is heel belangrijk om jezelf te aanvaarden met al je positieve en ook met al je mindere kantjes van jezelf. Ik vind het belangrijk dat ik weet dat ik goed ben van binnen, bijvoorbeeld. En uiterlijk gezien heb ik zoiets, ja, dit is wie ik ben. Ik heb bijvoorbeeld heel moeilijk haar, dus ik heb wel extensions laten steken. Ik voel me daar 10.000 keer beter bij, dus je kan ook wel dingen doen. Ik laat bijvoorbeeld mijn wenkbrauwen kleuren, omdat ik ja, heel lichte wenkbrauwen ben. Ik ben ook heel bleek van mezelf. Dus je kunt wel kleine dingetjes doen om je beter te doen voelen. Maar ik ben wel blij ondertussen met wie ik ben. Ik heb niet zoiets, oh, dat wil ik, of dat moet anders, of dit. Nee, ik heb nu zoiets van, ik kijk in de spiegel, je hebt altijd betere dagen en ik kan ook in de spiegel kijken en denken, god damn, of zo. Allee, van... maar dat heeft wel iedereen. Ja, ik heb bijvoorbeeld vaak een opgeblazen buik. Maar dat is hormonaal. En ik kan daar nu... Vroeger had ik daar heel veel moeite mee. En dan niets van mijn kleren paste mij dan. En nu heb ik wel aanvaard gewoon van, kijk, ik heb dat. Het is hormonaal. Of het is omdat ik mijn regels ga krijgen. Dus ik doe dan iets los aan. Maar ik wil niets meer echt veranderen. Ik ben... nu gewoon blij met wie ik ben. Ik heb dat echt moeten leren. Ik denk dat veel mensen dat ook nog moeten leren. Dat het niet evident is om gelukkig te zijn 100% met wie dat je bent. Maar ook je mindere kantjes. Of ja, ik bedoel... leer blij te zijn met wie dat je bent. Kijk in de spiegel. En zie jezelf graag. En dan straalt je dat ook uit. En dat doet heel veel, denk ik. Dus op dit moment wil ik eigenlijk zelf niet per se iets veranderen aan mezelf. Goede. Oké, de volgende vraag. Wat is de volgende show waarin je meedoet? Voorlopig heb ik enkel thuis. Ik deed daarnaast heel veel theater, maar door de corona is er heel veel afgelast. En ik heb ook even besloten om het iets rustiger aan te doen. Dus er komt... dus echt een andere show is er voorlopig niet. Maar in september komt er wel een heel, heel groot project. Ik ben er al een jaar mee bezig. En eindelijk gaat het dan... of ga ik het dan kunnen vertellen wat het gaat zijn. Dus er komt wel nog iets heel groot. Dus nog even geduld en dan ga je daar meer over te weten komen. De volgende vraag is, wat wil je nog bereiken in het leven? Goh, ik wil eigenlijk vooral, niet per se op professioneel vlak, maar ik wil vooral gelukkig zijn, is mijn topprioriteit. Ik wil ook nog wel een heel groot deel van de wereld zien. Ik heb nu wel al een paar dingen of een paar plaatsen echt ontdekt, maar... ik wil veel meer van de wereld zien, veel meer culturen ontdekken en hoe mensen leven. En ik denk dat je daar heel veel van uit kunt leren, dus dat wil ik heel graag doen. En gewoon gelukkig zijn, zowel privé als mijn werk graag blijven doen. Ik heb niet zoiets van, ik wil nog een film spelen of ik wil dit nog dat. Ik laat het een beetje op mij afkomen, natuurlijk ben ik ambitieus. Maar ik wil gewoon blij zijn met alles dat ik doe, gelukkig zijn. Gewoon... verder doen, gelijk ik bezig ben, denk ik. En dan komt het wel allemaal goed. Oké, de volgende vraag is, wat heeft je doen beslissen om veganist te worden? Dat vind ik een goede vraag. Is ook veel voorgekomen. Wel in het najaar, dus een half jaar geleden ongeveer, iets meer dan een half jaar geleden, hebben mijn vriend en ik verschillende documentaires gezien. En ik voelde wel al van lactose dat ik heel opgeblazen werd. Dus wij hadden zoiets van, wij proberen vegan te zijn in de week en in het weekend eten we wat we willen. Dus het maakt niet uit, vlees, vis... eender wat. En ik voelde gewoon lichamelijk dat ik mij daar veel beter bij voelde. En dan met de quarantaine is dat zo'n beetje... heb ik heel veel beginnen experimenteren met gerechtjes. En, dus ik heb veel meer dan vegan beginnen koken constant. Heel veel leuke dingen beginnen ontdekken. En zo dat vlees, dat vond ik al niet meer nodig. Dus uiteindelijk begon ik geen vlees meer te eten. Af en toe wel nog vis. En dat is nu ook nog zo. Dus ik ben niet 100% veganist... 95%. Af en toe eet ik nog eens een stukje vis. Vlees probeer ik echt zoveel mogelijk te mijden. Maar bijvoorbeeld als ik ga gaan eten bij iemand en iemand is het vergeten of heeft toch kaas gedaan op in een gerecht of zo, ga ik niet zeggen, sorry, ik wil het niet eten. Dus ik eet dat dan ook wel op. Onlangs ben ik ook naar een restaurant geweest. Er was niks vegetarisch zelf. Allee, gewoon niks. Dus dan heb ik ook iets gegeten met vis. Dus ik probeer zoveel mogelijk volledig veganistisch te eten. Dus niks van dierlijke producten op te nemen. Maar af en toe, als ik eens ga gaan eten of ja, er is niet aan gedacht, dan durf ik wel nog eens vis te eten. Dus het is niet voor de 100%. Maar bij mij is het puur, ik voel me daar lichamelijk veel beter bij. Dus ik sta daar ook volledig achter.
Ik voel me daar goed bij, dus ik ga dat ook wel zo verder zetten. Dus voilà. Vind je het leuk om BV te zijn of was je liever anoniemer? Ja, dat vind ik eigenlijk een moeilijke vraag, want ik doe mijn job gewoon super graag en dat komt er natuurlijk bij. En ik vind dat in het algemeen wel fijn, omdat je heel veel reactie krijgt van je fans. En dat doet ook deugd als mensen zeggen van, ah, je bent goed bezig of je bent een goede actrice. Of dus, allez, dat doet mij heel veel deugd. Soms natuurlijk heb ik ook eens een mindere dag en ga ik naar de winkel en ik heb niet altijd zin om te praten. En mensen komen nu aanspreken en ik heb daar niet altijd zin in. Ik probeer altijd vriendelijk te zijn, maar ja, je hebt soms gewoon een mindere dag. Dus dat komt er gewoon bij. Maar in het algemeen, ja, vind ik dat... Dat is zo dankbaar als mensen je ja, appreciëren en zeggen dat je het goed doet. Dus in het algemeen vind ik dat wel oké. Maar af en toe, zeker als ik ook bijvoorbeeld privé met de familie ga eten, wou ik misschien ook wel dat dat iets meer privé was. Want iedereen heeft het allemaal gezien. Dus soms wel en soms niet. Ik denk dat dat ja, een beetje dubbel is. Maar in het algemeen vind ik het echt zeker meer dan oké. En om af te sluiten heb ik nog een paar vraagjes over thuis verzameld. Vele die terugkomen, vele vragen. Dus voilà, de eerste is, hoe ben je bij thuis terechtgekomen? Wel, ik heb gewoon auditie gedaan. Dat was op een punt, dus ze waren op zoek naar de rol van Tamara. Eigenlijk was ik net te oud voor de rol te spelen, maar ik ben toch mogen gaan. Voor de auditie, dat was in november, zoveel jaar geleden. En ik heb auditie gedaan voor de rol, dus ik moest een tekst leren. Twee scènetjes moest ik leren. En dan was Mora mijn tegenspeelster op de auditie. En het heeft een maand geduurd tegen dat ik wist dat ik de rol had, omdat er echt verschillende mensen auditie zijn gaan doen. En dan ja, had ik de rol, dus ik heb gewoon eerlijk auditie gedaan, zoals iedereen. En ik heb geluk gehad en een goede auditie gedaan, blijkbaar. Dus ja, zeer dankbaar. Ik weet nog altijd de dag dat ze mij belden. Ja, dat was ja, hemel op aarde toen ik dat hoorde. Dus echt fantastisch. Hoe lang speel je al mee in thuis? Wel, dat is ondertussen al 4,5 jaar. Tijd gaat echt heel snel. Dus al 4,5 jaar speel ik mee in thuis. Hebben jullie elke dag opnames voor thuis of maar een paar keer in de week? Wel, dat hangt van uw verhaal af en van de beschikbaarheden van iedereen. Dus dat is nooit 5 dagen per week. Nooit. Dus meestal is dat 2 of 3 dagen, soms is 4. Maar zelden 5 dagen per week. Dus dat hangt er een beetje vanaf hoe groot uw verhaallijn ook is, hoeveel je te doen hebt. Dus maar nooit 5 dagen per week. Lijk je zelf heel veel op je personage in thuis? Goh, ik denk dat je er sowieso wel iets van jezelf insteekt, maar toch is Tamara heel anders dan Tine. Ze is veel feller en ik ben veel zachter en milder. Maar je steekt er wel iets van jezelf in. Ik kan niet zeggen dat dat een totaal ander mens is. Er zit iets van jezelf in, sowieso. Kijk je zelf naar thuis of niet? Je bent echt een goede actrice, dankjewel eerst en vooral. Ik kijk naar thuis, vooral in het begin veel meer dan nu, omdat ik wou zien van hoe doe ik het op tv. Dat is soms anders dan dat je het voelt en je ziet het op televisie. Dus voor je eigen te observeren en dan denk ik, ah, dat kan beter of dat moet ik zo, ah, dat was wel goed of dit niet. Dus dan probeer ik dat weer toe te passen in mijn nieuwe scènes of nieuwe, ja, als ik terug ga, probeer ik daaruit te leren. Ook om mee te zijn met gewoon een hele verhaallijn. Dat ik gewoon ook weet van, ah, met Waldeck gebeurt er dat, met Marianne gebeurt er dat. Daardoor kijk ik ook, ik zeg niet elke dag, het is ook niet altijd haalbaar, maar ik probeer wel de grote lijnen zeker te volgen. Wat vind je zo leuk aan thuis? Eerst en vooral gewoon de serie. Dat het zo alledaags is, dat mensen zich daarin kunnen herkennen en meeleven. Dat vind ik super. Ik vind het gewoon zelf een fantastische job om te doen. Ik doe het heel graag. Het set gebeuren, alles rond, is heel fijn. Ook zeg het, jullie reacties, jullie zo meeleven. En dat jullie, ja, het is heel dankbaar. Ik ben heel dankbaar voor jullie allemaal, de reacties die ik krijg. Ik probeer daar geregeld ook op te antwoorden, omdat ik dat zo fijn vind dat jullie... Ja, zo meeleven en dat is een heel fijn gevoel. Dus ik ben er heel, heel dankbaar voor. Dus voilà. Dat waren ongeveer alle vraagjes die ik heb ontvangen van jullie. Laat zeker weten, als jullie nog vragen hebben, laat het mij zeker weten hieronder in de opmerkingen. Willen jullie andere video's zien, laat het mij ook zeker weten. Ik hoop dat jullie nu iets meer weten over mij.
En voilà, ik ga dan hier de video ook afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zie jullie graag de volgende keer terug. Dikke zoen!